Hallo, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En zoals jullie zien, in deze video heb ik een nieuwe camera. Want volgens mij, ik weet niet of ik het ergens heb gezegd, maar ik ben dus mijn camera kwijtgeraakt. Ik heb hem vergeten in de trein na mijn vakantie. Heel handig, na mijn eerste vakantie. Dus die vlog van vorige week, twee weken terug, die had ik op mijn mobiel van mijn vriendin gedaan. Maar ik heb een nieuw mobiel gekocht en daarmee ga ik ook filmen. En als het goed is, is de selfie-camera, zeg maar, frontcamera goed. Dus ik vind het op zich wel een mooi beeld. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. De achtergrond is wazig en dat vind ik altijd wel mooi. Ook wel diafragma. In ieder geval, maar in deze video ga ik het hebben over manieren om met je geloof bezig te zijn. En manieren om je geloof eigenlijk te versterken. Ik heb een heel aantal rijtjes heb ik gemaakt met daaronder eigenlijk bijbeltekst. Om, zeg maar, wat ik zeg te ondersteunen. Ik wil er een beetje snel doorheen, want anders praat ik weer veel te veel. Wat ik heel snel doe. Oh ja, even update over mijn leven. Ik loop op dit moment een stage op een middelbare school. En dat is 3 dagen in de week. En ik heb ook school daarnaast, scriptie schrijven, want het is afstudeerjaar. Dus zoals jullie misschien wel een beetje in kunnen denken, is het heel erg druk. En ik praat volgens mij veel te snel. Maar op dit moment is het dus best wel druk. Dus ja, als ik... Het kan zijn dat ik een keer ja, niet toekom aan een video, maar dan zal ik het, zeg maar, zetten in een berichtje, zeg maar, op mijn YouTube kanaal. Dus dat is het. En ik plaats tegenwoordig altijd op zaterdagochtend om 10 uur, 1 keer in de 2 weken. Dus dan weten jullie dat. Ja, laten we beginnen. Nou, ik heb verschillende dingen gedaan en verschillende dingen op rijtje gezet en het zijn er een heleboel. Sommige zijn waarschijnlijk ook gewoon inkomertjes, want ja, heel veel dingen zijn natuurlijk wel logisch, maar ik wou ze toch gewoon even benoemen. Dus dit zijn eigenlijk verschillende manieren om met je geloof bezig te zijn. En dit is mijn oude mobiel en hij stopt er even mee. Oh, en skipt hem. Het eerste wat ik wil benoemen is elke ochtend de dag beginnen met bidden en bijbellezen. Dus voordat je op je mobiel gaat, gewoon ja, je bijbel erbij pakken of een dagboekje en daar wat uit lezen. En gewoon gaan bidden. Je kan daarin ook proberen een ritme te vinden. Dus bijvoorbeeld 's ochtends in hoofdstuk uit het Nieuwe Testament en 's avonds uit het Oude. Of net andersom. Persoonlijk, ik kan me nooit 's ochtends echt zo concentreren dat ik echt gewoon Jeremia al ga lezen, zeg maar. Vind ik vrij intens, dus dat doe ik gewoon lekker 's avonds. Voor mezelf heb ik daarin wel echt gewoon veel aan gehad. Oké, en om te ondersteunen is 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. En daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus daarin zie je dat Gods woord, eigenlijk heel de schrift is door God ingegeven. En dat is ook om op te voeden in rechtvaardigheid. Dus daarmee ja, word je opgevoed tot rechtvaardigheid. Zeg maar daarmee word je heiliger. Wat de Heilige Geest natuurlijk in je hart bewerkt. Het tweede wat ik had is de audiobijbel luisteren als op momenten dat het kan. Persoonlijk, ik ben wel iemand die, zeg maar, als ik zo'n audiobijbel luister, vind ik het wel lastig om me echt te concentreren. Maar bijvoorbeeld in de ochtend, dan... ben ik echt nog moe, dus dan zit ik zo mijn ontbijt te luisteren. En ik had momenten, tegenwoordig luister ik best wel veel instrumentale muziek. Ik vind dat heel chill. Ja, de audiobijbel is gewoon... ik had, zeg maar, in een maand van... Of vorige maand was, zeg maar, spreukenchallenge van Zij Lacht. En dan deed ik gewoon elke ochtend gewoon lekker luisteren. Dus dat is mijn tweede tip. En bijbeltekst die ik erbij had is... Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, omdat ik tegen u niet zondig. En eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen, of wat ik hierbij wil zeggen, is dat we ook er gewoon Gods woord moeten onthouden, memoriseren. Ook van, ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen. En juist op momenten dat we verleiding hebben, dat we dat dan kunnen gebruiken als, zeg maar, ja... Als zwaard van ja, in de strijd tegen de zonde, zeg maar. Volgens mij in Efeze staat dat van ja, het wapen zeker heet dat. Het wapen van het woord? Ik weet het niet. Maar dat. Het derde is tijdens je dagelijkse bezigheden bidden voor
van alles. En ook voor mensen bidden, dus ook voor andere mensen, mensen die je tegenkomt. Dat God momenten wil zegenen. Als je met mensen aan het praten bent, dat je dan bidt of God inleiding kan geven of tot een gesprek. En ja, altijd op momenten dat je dat hebt, vind ik dat altijd super mooi. Gewoon tijdens je werk. En ik werk zeg maar ook bij een ouderencentrum en bij een oudere zorginstelling. En verpleeghuis. En voor huishouding in de vakantie ging dan ook af en toe naar ouderen. Best wel veel. En ja, juist als je met sommige ouderen heb je gewoon hele mooie gesprekken. En dan is dat gewoon heel vaak is dat vooraf heb je dan zeg maar. Of tijdens zo'n gesprek kan je zeg maar bidden. En ik vind dat zelf altijd. Ja, je ziet echt, ik zie echt wel dat God die gebeden ook zegent, zeg maar. Je kan ook gewoon dan echt uitgebreider voor mensen bidden in je omgeving, zeg maar. Het andere tip, ik weet niet meer hoe ver ik ben, maar is voor andere dingen bidden. En heel vaak ja, hebben we een soort van een beetje dezelfde dingen waar we voor bidden. Dat zijn we gewoon zo gewend. En eigenlijk vind ik het een hele mooie uitdaging om juist ook voor andere dingen te bidden. En wat ik een poosje geleden had, is zeg maar iets wat ik in de Bijbel las. En daarin stond dat we met innerlijke kracht zeg maar gesterkt mogen worden. Dat stond daar, zeg maar niet waar. Maar het stond ergens van dat we met innerlijke kracht gesterkt mogen worden. En op dat moment had ik dat gewoon nodig. Dus ik vroeg dat zeg maar om in gebed. En ik weet niet meer hoe God het zeg maar beantwoord heeft. Maar gewoon letterlijk die dag of wat daarna werd dat gebed gewoon verhoord. En kreeg ik gewoon innerlijke kracht. En zeg maar... uit mezelf had ik zoiets, zeg maar innerlijke kracht, zeg maar niet iets wat ik zomaar bid of zo, zeg maar. En ja, ik vond toen heel erg mooi dat dat zeg maar verhoord werd. Dus ook gewoon voor andere dingen, voor momenten om te getuigen, momenten als je met ja, onchristelijke vrienden bent, dat je daarvoor zegen bidt. God heeft dat, ja, dat is gewoon heel erg mooi als je ziet dat dat verhoord wordt. En juist voor die specifieke dingen, voor die aparte dingen om zeg maar daar ook voor te bidden. Of aparte dingen, andere dingen dan je gewend bent. En daar wordt je geloof ook echt versterkt als zo'n gebed verhoord wordt, zeg maar. Dan dagboeken lezen. Dus gewoon lezen van een dagboekje. En ik heb een heel mooi dagboek, Mercy. New Morning Mercies. En als je gelooft, zeg maar, vind ik dat echt een heel mooi dagboek. En gewoon... God heeft dat echt heel vaak gezegend, zeg maar. Heel mooi dagboek. Dus dagboeken lezen en daarbij gewoon een stukje. Het volgende tip is boeken lezen die met het geloof te maken hebben. Dus bijvoorbeeld op de zondag of wanneer je tijd hebt. En daarbij kan je ook denken aan bijbelstudies op YouTube en die kijken en een bijbelstudie doen. En dat kan je bijvoorbeeld gewoon tijdens de... Oh, het gaat weer helemaal mis. Tijdens de dag doen, zeg maar. Hiervoor heb ik een mobiel genomen. de volgende is... Okay. De volgende tip is christelijke muziek luisteren. Voor mezelf luister ik eigenlijk alleen maar christelijke muziek. Wat je luistert beïnvloedt je echt. Dus gewoon als ik een nummer heb geluisterd als laatste, zeg maar. Dan opeens zit ik dat nummer gewoon, zeg maar, dat zinnetje of dat nummer... gewoon te zingen, of zo te zingen, dan komt dat in mijn hoofd. En dan denk ik, hè, waar heb ik dat vandaan? En dan heel vaak is het zo dat ik dat als laatste heb geluisterd. Dus dat bewijst gewoon voor mezelf elke keer weer dat alles wat je luistert, dat komt echt wel naar binnen. Zeg maar echt niet dat je, ja, dat het zo weggaat, zeg maar. Ene oor in, andere oor uit. Nee, het komt echt wel gewoon echt in je hart. En als jij, zeg maar, een lofzang hebt, of als jij gewoon een aanbiddingslied hebt en... dat zit in je hart, dan prijs je eigenlijk God wanneer dat terugkomt, zeg maar. Dus dat vind ik echt wel heel belangrijk, zeg maar. Ook gewoon welke muziek. En ik zeg niet dat als je onchristelijke muziek luistert, dat dan gelijk verkeerd is. Maar echt wel gewoon, kijk, let wel echt gewoon op met wat je luistert. Want gewoon, ja, als, zeg maar, als het goed is, wil je toch met alles wat je doet God loven. Dus dan ook christelijke muziek. Het volgende wat je geloof kan versterken is vasten. Dus een bepaalde tijd of periode van eten of iets anders, zeg maar, jezelf onthouden. En er zijn heel veel soorten eten vasten. Dus bijvoorbeeld de Daniel vast, dat is volgens mij alleen groente eten in de 20 dagen. En dan heb je nog verschillende soorten, bijvoorbeeld suiker, geen suiker of geen tussendoortjes. En je kan ook van social media vasten.
films vasten, hoe zeg je dat? Alles wat je kijkt vasten. Ja, gewoon zoek het op zou ik zeggen. Maar ja, ik heb gewoon zelf zat ik gewoon ook een tijd mee, een hele poos terug of ik het ook moest doen. En dat was wel mooi, maar de conclusie was zeg maar van Matteüs 6 vers 16 en daar staat maar wanneer u vast, puntje, puntje, puntje. Dus ik ben wel van mening en ja, ik ben persoonlijk wel van de overtuiging, zeg maar om zo te zeggen, dat we als christenen wel af en toe gewoon moeten vasten, zeg maar. Ook omdat Jezus zegt, maar wanneer u vast, hij zegt niet als u vast, maar wanneer u vast. En daar staat dan een stukje tekst over, zeg maar. En dan vooral van de dingen vasten die ja, jou bij God vandaan houden. Dus als jij heel erg gefocust bent op je Instagram, nou, dan is het tijd om van Instagram te vasten. Gewoon simpel als dat. Het is niet heel simpel, maar zeg maar, als je ergens te gehecht aan bent, dan kan het goed zijn om eraan te vasten. En voor mezelf vind ik het dan wel lastig, maar het is dan echt goed. Want met name gaat het vasten omdat je in plaats van datgene dan echt gaat bidden. En juist dat gebed is dan hetgene wat je echt gewoon, ja, hoe zeg je dat? Ja, je spreekt tot God. Dus dat heeft, ja, dat is denk ik echt wel de meerwaarde ook van vasten, zeg maar. Dan het volgende is, let op bij wat je kijkt. Dus alles wat door je ogen komt, ja, dat is eigenlijk gewoon super belangrijk naar wat je kijkt. Wat je kijkt op YouTube. Misschien heb je wel Netflix, dat je daarop kijkt. In ieder geval, ja, ik zal mijn persoonlijke conviction zeggen. Maar persoonlijk kijk ik zelf geen, ja, niet echt, zeg maar. Soms doe ik het wel, dat is niet echt goed. Maar persoonlijk kijk ik, zeg maar, ik heb sowieso geen Netflix-account. En ja, zeg maar, video's kijken is een beetje mijn zwakte. En heb ik, zeg maar, vroeger had ik daar... Was ik er heel erg in gehecht. En elke keer als ik het weer deed, gewoon kon ik voor mezelf niet echt mezelf beheersen, zeg maar. Dus daarin heb ik de overtuiging dat ik het gewoon niet kijk. Sommige video's kijk ik wel. Dus nuttige video's, informatieve. Voor school of iets. Ik heb op sommige momenten doe ik het wel. Ook al heb ik dan achteraf altijd dat het, zeg maar, toch niet goed was. Maar dat is mijn overtuiging. Wel ironisch vind ik dat altijd. Ik heb een YouTube kanaal en ik zit niet op YouTube. Maar dat is mijn overtuiging. Dat is gewoon echt een gewetensdingetje. In ieder geval. Dus dat is mijn mening. Mijn overtuiging kan ik beter zeggen. In ieder geval. En wat ik daarbij echt wel een paar bijbelteksten. Is dat je echt wel op moet letten met wat je kijkt. Is Psalm 19 vers 37. Wend mijn ogen af. Zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mijn leven door uw wegen. En ik vind het soort van. Wow, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Nou, zeg maar, zondig, dat staat er niet. Er staat echt nutteloos. En hoeveel dingen op YouTube, op wat dan ook, op Instagram, ik bedoel, daar heb ik ook nog, of heb ik ook gewoon last van. Hoeveel dingen zijn nutteloos? Nou, echt wel veel. Dus tijdsbesteding en wat je ziet, super belangrijk. Prediker 1 vers 8. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien. Het oor wordt niet vol van horen. Maar het oog wordt niet verzadigd van zien. Gewoon en het oor niet van horen. Gewoon door alles wat we zien. Als je, stel je bent gewoon heel veel video's aan het bingen. Nou, daar word je niet gelukkig van. Ook al kijk je een video. Gewoon, je merkt toch altijd dat die leegte er is. Die alleen God kan opvullen met de Heer, met zijn geest, zeg maar. Die alleen Jezus, ja. Jezus in jouw hart moet komen, zeg maar. Dus daarin zie je dat films en wat je dan ook kijkt, wat je dan ook luistert, dat je niet op, dat verzadigt je niet. Dat maakt je niet echt gelukkig. Alleen God, ja, alleen God maakt je gelukkig. Ik moet er nog een aantal, ik denk dat ik deze video ga splitsen of iets. Volgende is goede gesprekken over het geloof voeren. Gewoon daar word je gewoon echt helemaal blij van. Ik tenminste, gewoon je geloof, ben je met je geloof bezig en je geloof wordt opgepakt. Je geloof wordt versterkt. Volgende is met liederen meezingen en God meeprijzen. En in Psalm 103 staat aan het einde en aan het begin. Gewoon loof de Heere mijn ziel. Loof de Heere al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. En ja, dus God prijzen. Daar wordt ook je geloof te versterkt. En God wordt daarmee echt geprezen. Dus dat is echt wel het belangrijkste natuurlijk. En dan heb ik het laatste.
christelijke jeugdavonden of bijbelstudiegroepen. Ja, jeugdavond van de kerk of jij daar vind ik ook een hele goeie. Ga ik zelf ook naartoe. Dus. Hey. Bijbelstudiegroepen vind ik zelf ook heel erg fijn. Je wordt gewoon bemoedigd, je kan je vragen kwijt. En ja, dus sluit je aan bij een bijbelstudiegroep van de kerk. Of ja, zelf heb ik gemerkt gewoon, ik had een tijd dat ik niet zoveel christelijke vrienden had, zeg maar. Dus toen had ik heel veel gebeden. En toen heeft God eigenlijk voor gezorgd dat ik een aantal meiden heb ontmoet, of die kende ik al. Daarmee eigenlijk een bijbelstudiegroepje is opgericht en dat was super mooi. Of dat is super mooi. En daarbij, zeg maar, die christelijke jeugdavonden en christelijke vrienden. Als bevestiging heb ik daarbij maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit hun rein hart. 2 Timotheus 2 vers 22. En ik had ook nog een stuk, ook een beetje van Revoweb. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar daar was een vraag over de goede strijd strijden als jongeren. En daarbij had iemand van de PKN, T.S. Breur, opgereageerd. Ken ik niet. Maar die had, zeg maar, de tips die ik nu een beetje had, had hij ook een paar van. Dus begin de dag ermee voor als je begint. Of zeg maar, ik heb een deel daarvan heb ik op gebaseerd. Zoek 1 keer per dag gelegenheid om het lange stille tijd te houden en sluit de dag af met gebed. En de andere heb ik al genoeg aan de zondag goed besteden. Maar dit waren al mijn tips in deze veel te lange video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog. En ik hoop dat je er ook wat echt aan houdt. Nou, ik wil even zeggen van, het is heel begrijpelijk dat je niet al deze tips gaat toepassen of dat het niet lukt. Ik bedoel, deze tips zijn soort van ook voor mij dat ik dit zelf ook ga doen. Maar we blijven mens en we zondigen. Ja, waar de Heer, bloed van de Heer Jezus is daarvoor gestorven voor onze zonde, zeg maar. Dus beleid ook die zonde en geloof in de Heer Jezus. En dan is Hij je zaligmaker. Ja, dat wou ik nog zeggen. Dus geloof in Hem. En ja, en Hij uiteindelijk, God zal dat geloof moeten werken en versterken. Maar dit zijn dingen waardoor God ook wil werken, zeg maar. Dus ik hoop dat je dat dan had. En oh ja, dat wil ik nog zeggen, zeg maar. Het is ook niet dat ik dit allemaal perfect doe. Maar het zijn wel allemaal dingen die ik heel graag, ja, die voor mij heel fijn zijn en werken. En die ook wel in Gods woord te vinden zijn, zeg maar. Dus dat was heel deze video. Ik ga kijken of ik er wat kan van maken. Dat was een beetje een sneltreinvaart. En tot de volgende video. Doeg!